Ja, we gaan nu lipbalsem maken. Kijk, als het maar geslaagd is, is wel handig voor in de winter. Tegen schrale lippen. Dan gaan we het er zo uitzien. Maar het moet wel even stollen na afloop. Dus daar maak ik alvast het eindresultaat zien. We beginnen met een schoon bekerglas van 50 ml. Dat is dit. Dus staat de kookplaat reeds aan. Die wordt warm. En doe je eerst 6 ml jojoba olie in. Puur gekleurde olie. Plantaardig. Ja, hoeveel dat precies is, kun je natuurlijk mooi hier afwegen, afmeten. Ja, vingerspitje gevoel. Zo, beginnersgeluk, precies 6 ml. En dat doe ik dus in het bekerglas. Schoon. Dan doen we 3 spatelpunten biologische chiaboter bij. Dan moet ik dus even een spatel hebben. Ja, dit is de chiaboter. Uit Ghana. En dan doe ik 3 spatelpunten bij. Dat is 1. Dat is 2. En dat is 3. En er gaan dan 22 stukjes bijenbals bij. Zes, zeven, acht, negen, tien, elf, twaalf, dertien, veertien, vijftien, zestien. Zeventien, achttien, negentien, twintig, 21, 22. De bijenwas en daar gaan we dan op een heet kookplaatje zetten. Intussen moet ik dat roeren. We roeren met een roerstaafje van glas. De olie mag eigenlijk niet koken, maar de bijenwas moet wel oplossen. Het is klein, die bijen.
Nou. Ik vind hem wel mooi. Nou, kun je tussen de kookplaat uitdoen. Die piept. En dan moeten er nog 2 druppels geurstof aan worden toegevoegd. 2 druppels uit een druppelflesje. De naam zegt het al. Moet druppelen. Dat is een sterk spul. En dan moet je uiteindelijk in de lipbalsemhouder. Die moet helemaal naar beneden zijn gedraaid. Het begint al te stollen, een beetje zuur. Het kan niet sneller moeten zijn. En nu is hij weer vloeibaar. En dan in de houder. En nu is hij vloeibaar en nu moet ik hem even laten stollen. Kan je het thuis laten afkoelen in de koelkast. En dan, ja, dit was eerst ook een olie. Zoals die moet worden. En die wordt dan, wordt gewoon hard. Dus je kunt niet meteen het resultaat laten zien. Moet even geduld hebben. Maar je kan wel hier zien het beekglas dat het al heel snel gaat stollen. De olie wordt vet.